Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Jordi was al om 6 uur wakker. Sam was niet veel later wakker. En Liam was ook antikoers wakker. Ze zijn alle drie enigszins verkouden, maar niet ziek of wat dan ook. Dus Jordi gaat vandaag gewoon naar school. Het is nu 7:50. We hebben al een fles gehad. Zo dadelijk geef ik Sam en Liam sowieso nog een broodje. Jordi wil nooit een broodje 's morgens. Hi. En dan ga ik op een gegeven moment de kinderen aankleden en Jordi naar school brengen. Ik dacht, ik heb even pauze, even rust. Die rust is alweer verstoord, want Sam is alweer wakker. We zullen er eens heen gaan. Wat is er? Wat is er? Kom maar. Hey. Oh ja, wat is het dan? Ben je gewoon wakker? Volgens mij heb je gepoept. Oh, dat is de reden dat je wakker bent. Je hebt gewoon de boel bescheten. En bedankt dat je in mijn gezicht hoest. Ben je gewoon de boel aan het bescheiden hier? Ben je gewoon de boel aan het bescheiden hier? Nou, meneer Scheid had inderdaad gescheten. Ik heb het even schoongemaakt. En het was vrij zuur. Dus ik denk dat wat ik zag in zijn gebit, hij is met tandjes bezig. Ik denk dat het daar vandaan komt. Over tanden gesproken, ik moet straks naar de tandarts. Oh. I hate the tandarts. Ik haat het. Ik haat het. Maar goed, we doen het omdat het moet. Om het goede voorbeeld te geven naar mijn kinderen toe. Ik had hem, hij was al wakker. En hij is al de hele tijd aan het jammeren. Nee. Wel. Wel. Dus hij is verkouden. Hij is gewoon niet helemaal. Hij is niet in zijn zonnetje. Hij is gewoon niet lekker. Maar hij heeft ook een beetje dunnere ontlasting. Yeah. Nou is het wel normaal dat hij dat met warm weer over het algemeen heeft. Dus dat is niet gek. Maar, nou heb ik dus even vloeibare paracetamol gegeven. Want als ik iets in zijn kontje ga zitten duwen. Jam, jam. Doe ze rustig, want anders ga je over je nek springen. Zie jij het verkouden? Want normaal komt er wel een fatsoenlijk schreeuwtje uit. Maar hij is dus niet helemaal lekker. Ik heb nou wel spijt van die paracetamol, want ik hoor hem continu al alleen maar dit doen. Hey, doe eens even rustig, dat doet je keel alleen maar meer pijn van. Ja, jij gaat achterover, niet ik. Kom. Hij is dus niet helemaal lekker. Maar ja, dat is dan zo. Doei. Daar ligt een monstertje en daar ligt de chips vretend. Of zit de chips vretend? Maar daar ligt mijn monstertje. Een hele goede morgen.
Normaal zeg ik op maandag altijd welkom bij een nieuwe Ups and Downs. Nu zeg ik welkom bij de snotbende van ons. Ze zijn alle drie verkouden. Jordi is wel naar school, want het is geen reden om thuis te blijven. Hij had wel buikpijn vanochtend. Hij heeft ook fysio gehad. En dat was ook niet super. Ik ben ondertussen een filmpje aan het zetten voor de kinderen. Want ik heb geen zin in gezeik. Ik heb even echt gewoon... Ik ben vannacht nog op geweest met dit kind. Die heeft nog bij mama gelegen. Wel heel schattig hoor. Want ik had wel echt zoiets van... Zo lief ook bij mij liggen. Maar is het nou, als we het hebben over, ik had liever dat ze sliepen. Dan had ik toch echt liever dat ze sliepen. Ik ben gisteren ook naar de tandarts geweest nog. Ik heb één gaatje. En deze tand. Aan de binnenkant. Daar is de vulling van aan het afbrokkelen. Dus ja, dat. Dus ik moet daarvoor eind juli, moet ik daarvoor terug? Nou prima, is dan zo. Doen we. Gaan we doen. Maar goed, dat dus. En verder. Ja. Het is een snotbende hier. Het is echt één grote snotbende. Liam vraagt wel zelf om papiertjes om iedere keer even zijn neus weer af te doen. Dus dat vind ik wel heel schattig. En vind ik ook echt supergoed. Dit kind wil niet slapen, dus dit kind is nog steeds wakker. Ik ben met van alles bezig geweest. En ik heb het lekker rustig aangedaan. Ja? Ben je lekker aan het spelen? Oké, mijn eigen brandweerman Sam, hè? We hebben namelijk brandweerman Sam opstaan. En nou ga ik je broertje wakker maken. Want we moeten Jordi ophalen. En ik ben zo moe. Ik ben echt zo moe. Ik heb vanochtend 2:30 of zo met Sam wakker gezeten. Ja, kijk of ik vanavond maar op tijd naar mijn nest kom. Sammy. Wil je wakker worden, schatje? Hi. Nu wakker worden. Hi. Wat is er? Zoek je Tutti? Je Tutti is hier. Wil je bij mama zijn? Ik ga hem even uit bed halen en zorgen dat hij verzorgd is en alles en dat we kunnen gaan. We hebben Jordi opgehaald, ons dagelijks ritueeltje is even bezig. Sammy is de fles van Liam aan het leegslurpen. Liam was in slaap gevallen in de auto. Nu dus weer wakker en ik ga heel eventjes dozen opruimen, boven de ramen openzetten. Etcetera. Dus ja, dat ga ik doen. Liam die heeft de doos gevonden. Ik had de luiers van Jordi uitgeruimd. Wat ga je met die doos doen? Kom erin. Mama, je erin zetten? Gaan we staan? Staan. 1, 2. Ja, kom maar zitten. Ja, die mama mag niet. Dag. Hey, je hoeft niet boos te worden. Als je eruit wil, kun je toch gewoon tegen mama zeggen, hè? Dan zeg je toch gewoon tegen mama, ik wil eruit. Wat wil je? Ja? Je hoeft er toch niet in te blijven? Je mag er gewoon uit, hoor. Dan mag maar er weer bij komen zitten dan. Nee, joh.
Nee. Hier is er niks aan de hand. Ja. Je eigen huis. Ja, wil je eruit? Wil je eruit? Nee, oké, dan blijf je zitten. Kan ook, maakt niet uit. Je bent een lekkere knapper. Oei! Zo, net als die mensen jou, jongen. Jullie zagen mij natuurlijk knuffelen met Jordi. Jordi heeft al met al 20 minuten geslapen. Toen was hij helemaal over de zeik van de buikpijn. Niels is momenteel even niet thuis. Maar ik zeg tegen Niels, laat hem maar lekker op de bank zitten en lekker spelen. Laat hem maar lekker zijn ding doen. Liam en Sam zijn allebei grieperig, koorts, dat soort dingen. Maar die liggen wel nu te slapen, gelukkig. Ik ben ondertussen hier gewoon aan het opruimen. En gewoon lekker mijn ding aan doen. En ja, we zien het wel hoe het loopt. Zieke kinderen. Ik oordeel even over Jordi dat hij ook een soort van ziek is. Want ja, hè. Maar dat hij last van heeft, zijn buikpijn. En over vermoeidheid, prikkels, et cetera. Laten we hem ook even zo oordelen. Ja, prima. Ik ga hem zo ook wel weer naar bed brengen. Dus we gaan kijken hoe het loopt. Een goeiemorgen. Of nou ja, goed. Ik heb twee zieken. En Jordi ligt nog boven. Daar ben ik vannacht nog mee bezig geweest. Die heeft buikpijn. Heel veel buikpijn. Dus die blijft vandaag ook thuis. Hij slaapt nu ook nog steeds. Ik ga hem nu ook niet wakker maken. Hij is ook niet lekker. Ik weet niet wat er precies aan de hand is met Jordi. Maar ik denk dat hij hetzelfde probleem krijgt dan wat hun hebben. Buikpijn heeft hij heel veel. Dus we gaan het zien. Heb je gepoept? Sam. Sammy. Heb je gepoept? Heb je gepoept? Volgens mij wel. Die ga ik even schonen. Ik heb Jordi even wakker gemaakt. Hij is vrij vrolijk. Maar hij heeft wel extra lang nu geslapen. Ik ga zo even het ziekenhuis bellen voor wat nou de bedoeling is. In verband met Jordi zijn onderzoeken en dat soort dingen allemaal. En ik ga even een flesje maken. En dan ga ik even kijken hoe en wat we vandaag gaan doen. Want ik moet eigenlijk eventjes paracetamol halen, want die heb ik te weinig. Jordi heeft niet geslapen. Liam is nog steeds aan het slapen en het is 3:10. Sam die was om 2 uur al wakker. Jordi heeft al anderhalve fles oranje op. Ik heb even goed gedaan. Hij gaat chipjes op. En ik ga hem nog een fles geven. Want Jordi heeft buikpijn. Gelukkig loopt hij in ieder geval bij. Want de macaroni die hij gisteren heeft gehad. Ja, hij mag geen macaroni dingetjes, maar hij krijgt altijd rijst. Dat komt er vandaag al uit. Dus gelukkig loopt hij nu niet achter. Ik ga hem even drinken geven. En meneer de zagrijnigheid eventjes, ja. Lekker van jouw bordje eten, hè? Deurkappen, je lepeltje hebben. De kindjes liggen allemaal op bed. En ik ga heel even tijd voor mezelf pakken. Ik heb zoveel gezorgd vandaag. Ik ga even mijn nagels doen. En ja, voor de mensen die denken, er komt nog steeds geen video aan. Mijn kinderen zijn nu ziek. Dus dat gaat nu op dit moment even niet lukken. Maar ik ga dat wel doen. Alleen op dit moment lukt het heel even niet. Maar ik wil even tijd voor Mandy. Want ik ben niet alleen mama, ik ben ook Mandy. We hebben de kindjes gedoucht. Ze liggen dus nu in bed. En ik ga even serie kijken. En nagels doen. Goedemorgen.
Ik heb nog steeds zieke kinderen. Liam heeft koorts, Sam zit tegen verhoging aan en Jordi is ook niet op en top. Geen koorts tot nu toe, dus dat is prima. Ik heb gisteravond mijn nagels gedaan. We zijn een beetje neutraal. Maar ik heb een pakketje gisteravond binnengekregen van de Kruidvat. En ik dacht, laat ik hem even uitpakken met jullie. Ik had namelijk luiers nodig. En om hem mee te sjouwen, heb ik nooit zin in. Dus ik zeg tegen Niels, ik bestel even luiers. Dat is goed, zegt hij. Nou, we gaan hem even uitpakken. Om te beginnen zit er natuurlijk heel veel plastic in. Ja, het is nu minder dan normaal hoor. Heb ik vitamine D druppels. Ik pak altijd de olie. Zwemluiers voor de kindjes. Die waren namelijk op en overal uitverkocht. Dus ik dacht, nou dan bestel ik ze via Kruidvat site. Pap voor Jordi. Dat was de ene smaak. En dit is vanille, de andere smaak. Deze smaak is graan naar fruitsmaak. En dan heb je ook nog peer. De perensmaak hadden ze niet. Dus ja, nou, prima. En dan heb ik 5 pakken van deze luiers. Want ze hadden niet die andere die ik normaal altijd heb. Je hebt normaal altijd 2 voor 25 euro. En daar zitten er, even kijken hoeveel in. Er zitten er 58 in. En hier zitten er 38 in. Maar qua prijs was dit dan nu goedkoper. Prima, doen we dat. Dus dat is wat ik heb. Dan is nu de doos leeg. Ik had zondag besteld voor dinsdag. Toen kwamen natuurlijk die boerenprotesten. Toen is dat opgeschoven naar woensdag. Vervolgens kreeg woensdag niks. Of ja, vervolgens, ik zou het 's middags krijgen, kreeg woensdag niks. En toen kreeg ik gisteravond iets en ze pleurden het gewoon voor de deur en ze waren weg. Ik vind het niet zo netjes van PostNL, of in ieder geval van de bezorger van PostNL. Hier in de straat gebeurt dat de laatste tijd vaker. Alleen het ding is, ik heb hier in de straat, is het gewoon ons kent ons. Je komt hier niet zomaar tussen. Laat ik het zo zeggen. Kijk, als je hier nieuw komt wonen, dan is dat prima. Dan word je geaccepteerd zoals je bent, et cetera. Maar als buitenstaander en dan bijvoorbeeld ruzie gaan maken met iemand hier uit de straat, kom je niet zomaar tussen. Dus mijn buurvrouw, die was ruzie aan het maken met de PostNL bezorger, want die had hetzelfde geflikt. Ja, dat was niet zo netjes. Nou, dus iedereen natuurlijk partij trekken voor de buurvrouw. Ik vind het netjes. Doen we gewoon. Doen we gewoon. We zijn gewoon solidair. Kwik, kwek en kwak liggen hier op de bank. Het wordt vandaag een bankdag. Fysio heb ik gesproken. We hebben afgesproken dat we het vandaag niet zouden gaan doen met Jordi. Lekker even met rust laten. Dus het wordt vandaag een dag. We doen niks. En we eten vandaag frietjes. Want ik doe niks qua koken. Want de zorg is al even heel veel. Dus vandaar dat Jordi is wel bij me poepen. Dat wel. Dat heb ik gisteren even goed voor elkaar gekregen. Dus dat. Ik ga eventjes luiers verschonen. En kindjes verzorgen. En dan wordt het vandaag lekker een pyjama dag. Hey. Het kindje is al wakker. Die andere twee slapen nog. En hij is lekker met zijn knuffeltje aan het spelen. En ja, hij is ook nog niet helemaal lekker. Maar het rare is dat mijn kindjes altijd lachen. Of ze nou ziek zijn of niet, dat maakt niks uit.
dat? Jammeke. Doe jij wakker worden, schatje? Je wakker worden, schatje? Je hebt echt lang geslapen. Ziek kind. Hij is helemaal over de zeik. Dit is de enige manier dat ik hem rustig heb. Rustiger, laten we het daarop houden. Sim gaat op zich wel prima, afgezien van een keer verhoging. Gaat het eigenlijk wel goed? Is hij een zeurtje of zo, of wat dan ook? Jordi gaat ook wel goed, afgezien van een keer. En dat hij zoiets heeft van, ik vind niks. Maar hij... Een kind met Down is zwaar, maar als hij ziek is... Dan heeft de koning eisen hoor. Dan heeft hij eisen. Ja. Ik heb vandaag maar simpel gedaan. Frietjes en een hamburgertje. Is het lekker, Sim? Ja. En natuurlijk is deze grote vent ook lekker aan het eten. Oké. Een hele goede middag. Ja. Goed is anders. Hij heeft nou ook koorts. Dus ik heb er twee met de hele dag koorts. En dat is prima, dat mag. Maar dat betekent dus ook dat mama extra veel werk heeft. Want gisteravond hebben we nog eventjes een vriezer schoongemaakt. En er is ook nog eentje wakker geweest, hè Sam? Noem geen namen. Dus dat betekent ook dat ik gewoonweg geen kans en tijd heb om een vlog te editen en te uploaden. Dus deze gaat vandaag ook niet online komen, want ik ben al de hele middag bezig met die ratten van mij. Jordi slaapt nu. Liam wil niet slapen. Hij heeft een hazenslaapje gedaan en denkt bij snijden, ik ga mijn moeder weer vervelen. Dus ik ben kapot, ik ben moe. Ja, dat was het eigenlijk wel. Gelukkig werkt Niels vandaag maar tot 4 uur. Dus ik weet niet hoe laat het nu is. Het is 1:15. Dus die is ook met 2-3 uurtjes thuis. En dan is het gewoon een kwestie van... Papa, help mama. En dan redden we het wel. Ja. Weet je het ook? Ja? Oké. Okay. Ja, mooi. Dus dat is het ding. Trouwens, wat ik nog heel eventjes wil vertellen is... Gisteren zou ik eigenlijk mijn aankleedtafel krijgen van het bedrijf die het levert. Dat is niet doorgegaan. Nu gaat de 21ste als afspraak dat ze hem komen leveren. Het is niet doorgegaan omdat er corona in het bedrijf daar was. En de medewerkers die de tafel mogen plaatsen, die hebben corona. Dus ja, dan heb je liever niet dat die mensen bij mensen over de vloer komen waar in principe een kind of een mens is die wat vatbaarder zou kunnen zijn. Dus vandaag is dit afgeketst en komen ze de 21ste. Dus vandaag. Ik ga verder met de twee kindjes. Ik zal vandaag niet veel vloggen. Ik ben gewoon kapot moe. Ik heb ook... het gevoel alsof ik 6 nachten niet geslapen heb of zo. Dat ik op een, ja, dat ik op een bepaalde niveau zit van robot gebeuren. Dus vandaar. Vandaar dat. De enigste slaapkop hier in huizen ziek is Jordi. En die heb ik net wakker gemaakt. Hij is aan het wakker worden. En Sam is hem nou aan het verder wakker maken. Thank you.
Dus ik ben benieuwd hoe dat dit gaat verlopen. Ik ben even gauw naar de winkel geweest. Ik heb even pizza's gehaald. Sam die heeft 40 graden koorts, dus die wil niks eten. We hebben het aangeboden, hij wil het gewoon niet. Dus hij heeft een lekkere fles gehad. Die wou hij wel namelijk. Jordi is lekker pizzaatje aan het eten. Nee, hij wil echt niet. En Liam is lekker aan het happen. We zitten niet aan tafel. In principe hebben we 3 kinderen ziek, zo zie ik het gewoon. Dus zullen we ook aanpassing daarop moeten doen. En ik zei tegen Niels, dan gaan we niet aan tafel eten. Ik vind het wel gescheten. Nu zit de pizza van Niels erin, dus die krijgt zo zijn pizza. Dan gaat mijn pizza erin. En als de kinderen dan nog wat pizza willen, krijgen ze een pizza. Dus dat wordt eigenlijk in principe onze avond. Niels is momenteel met Sam naar de huisartsenpost, omdat Sam gewoon echt 40 graden koorts heeft en naar zijn oren grijpt en daar zit iets niet lekker. Dus ik heb gezegd van ik wil toch wel even dat gecontroleerd wordt, dus dat gaan ze nu doen. En Liam en Jordi die liggen al op bed, volgens mij slaapt Jordi zelfs al. Liam nog niet, want die heeft ook hazenslaapjes gedaan vandaag. Ik ga nog heel eventjes de aanrecht afdoen en dat soort dingen, dus ja, dat. Goedemorgen, wat een eerste antibiotica dosis al wel niet kan doen. Dit is een wereld van verschil. Hij heeft gisteravond zijn eerste antibiotica al gehad. En hij is, vanochtend heeft hij natuurlijk de tweede gehad. Maar hij is al een stuk vrolijker. En Niels is met hem naar de huisarts geweest. En die zei gelijk, ja, dubbele oorontsteking op beide kanten. Ja, was je gewoon bij de dokter geweest, hè? Dus we gaan het zien hoe dat het loopt. Da. Niels is ook thuis momenteel. Die is even in de tuin bezig. Dus ja. Wil je oefenen met papa? Sturen. Je moet wel sturen, hè, jongen? Goed zo! Jee! Ja, hij loopt gewoon, dat maakt niet uit. Zo leert hij toch ook. Wel sturen, hè, vent? Wel sturen. Jee! Applausje voor jezelf. Ja, Liam is met zijn loopfietsje bezig met Niels samen. Het moet niet gekker worden hier. Er zit er eentje zelf op de stoel. Wat doe je op de stoel, Jordi? Wat doe je op de stoel? Wat doe je daar? Ga je zelf gaan zitten? Oké. Zit je lekker hier? De kindjes liggen op bed. En we hebben hier even gepoetst en opgeruimd en gedaan. En nu heb ik lekker bruschetta gemaakt. Dit is bruschetta met tomaatjes, basilicum en kaas. Lekker. Er zit nog wat in de oven. Als die klaar is. We gaan lekker snacken, tv kijken, et cetera. Toch? Ja. Mooi. Goedemorgen. Het is zondag. Gisteren niet zo heel veel vroeg natuurlijk. Het gaat iets beter met Sam, maar nog niet top. En jullie weten het, voor de vaste mensen die mij volgen. Ik doe nooit... mijn kindjes in die zin filmen als ze een slecht moment hebben, et cetera. Dus dat, ja, dat doe ik gewoon niet. Een keer huilen vind ik niet zo erg, maar niet ziek zijn, dat soort dingen. Ik ben mij even aan het klaarmaken, want ik moet naar de winkel. Even een soort van weekboodschappen enzovoorts halen. En dan, ja... Kijken we vanmiddag bezoek. Eerst even mijn haar gaan doen. Ja.
Je hoort het. We zijn goed bezig beneden bij papa. Ik neem de kinderen nu ook niet mee. En Niels ook niet om boodschappen te doen. Geen zin in. Ik vind dit wel prima. Ik ga heel even nog een machine was aanzetten en dan ga ik even naar de winkel. Hey, je zit je op een hobbelpaardje. Dat is een beetje uit je comfortzone, hè? Ja, vind je het leuk? Ja. Ah. Het ziet hem wel leuk. Eigenlijk zou er vandaag bezoek komen, maar die hebben net even afgezegd. Zij is zwanger, ze heeft last van zwangerschapsproblemen. Heb ik ook gehad, dus ik snap het. Dan wordt het een middagje op de bank. Ja. Even niks doen. Niels gaat zo nog wel even stofzuigen. Ik had een cake gemaakt, die staat nu in de oven. Dus we hebben straks lekker smulcake. Ja. Appkaneel. En ik heb boodschappen gedaan voor de hele week. En ik heb van alles gedaan. Dus, ja, maar eerst gaan we daar dan even eten. Ja, is goed. Dus, ja, dat wordt onze dag. Lekker relaxed dan. Eigenlijk hadden we bezoek verwacht, maar het wordt... Mama, wat ben je aan het doen? Die niet wil slapen. Even laten lachen. Voor mij vindt hij het niet leuk. Volgens mij ook niet. Buikpijn die hij normaal heeft, maar de spieren van zijn buik. Lachpijn. Ja, lachpijn. Jordi, wat ben je daar aan het doen? Oh, juist. Ben je daar aan het doen? De stoel is wel om op te zitten, hè, meneer. Ik heb Pringles meegebracht, deze. Deze hebben we nog niet geproefd. Dus, wil je ook proeven? Ja. Doen we het tegelijk? Ja, we doen het tegelijk. Ja, het klopt wat de verpakking staat. Hij is pittig. Mm-hmm. Vervelend pittig? Nee. Nee, vond ik ook niet. Maar ik denk wel dat de vlammen morgen uit je konden gaan. Ja, dat wel.
Ik heb daar minder last van als Niels. Niels heeft daar meer last van. Even eten. Kindjes zijn gedoucht en wel. Ze liggen lekker op bed. Wij gaan nu nog een beetje opruimen. En bankzaken en beleggingen doen. En dan is deze vlog tot een einde gekomen. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Tot de volgende.